In Even Kieken gaat ons panel elke dag op zoek naar cultuur of erfgoed in onze provincie. Vandaag gaat Sigrid Even Kieken bij Museum de Oude Wolden in Bellingwolde. Hi, welkom in de Oude Wolde. Sigrid. Hallo. Hi. Gaan we daar maar mee beginnen? Wij zijn op zich best wel een grappig streekmuseum, in die zin dat wij een programmerend museum zijn. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk voor bijna 80% steeds weer om de zoveel maanden helemaal vernieuwen. En hebben we één vast terugkerend onderdeel, dat is deze zaal. Hier is elke maand een andere regionale kunstenaar. Net begonnen hier is Gerard Leerkens, die is hier trouwens ook. Dus het is leuk. Gerard Leerkens. Hallo. Hallo Gerard Leerkens. Sigrid. Hoe bent u zo op dit idee gekomen? Een jaar of tien geleden ben ik hiermee begonnen. Toen moest ik iets maken voor een zonnebloemwedstrijd. En toen ben ik daar een beetje mee aan de gang gegaan. En dat is heel leuk geworden. Toen dacht ik, ik ga er verder mee. En zodoende is dat zo, stap voor stap is dat, heeft dat zich dat ontwikkeld en is dit eruit gekomen. Zo moet je dat zien. Prachtig. Nou, dan komen we op eigenlijk onze grote hoofdtentoonstelling. Yeah. Voor de draad ermee. Er zitten eigenlijk 6 werkgroepen achter. Yeah. Van bijna 60 dames. En die maken eigenlijk allemaal verschillende textiele kunstvormen. En daaronder zijn quilts. En dat is van oudsher dat hele traditionele patchwork. Dat je allemaal lapjes aan elkaar naait. Yeah. Maar je ziet hier ook al in deze werken, dat ze veel verder gaan dan dat. Oh man, wat ook een werk, hé. Ja. Jeetje. Dit is de zaal met werken van Lodewijk Brugman. Die heeft hier in de jaren 80 even gewoond. En die vond hij zo leuk dat hij dacht, ik ga een collectie aan de gemeente schenken. Toen ik eerst dat briefje uit de envelop pakte, dacht ik een heel stoffig oud. Ja, sorry, dat is misschien toch een beetje voordeel. Maar ja, de oude Wolden, het klinkt, nou ja, ik dacht dat gaat over Wolden en wat zijn dan Wolden of zo. Ik dacht, dat is een van de geschiedenis, maar toen ik hier aankwam, vond ik het echt zeer mooi, modern gebouw. En ik vind dit ook super verrassend, dit had ik helemaal niet verwacht in Bellingwolde. Nee. Nou, een heleboel van mijn knutselvriendinnen zou ik dit aanraden. Ik heb zelf ook even wat foto's gemaakt om inspiratie mee naar huis te nemen. Een aanrader. Morgen weer Even Kieken.